Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard en alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn. Omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West- naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het Oosten, soms ook in het Westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein.